aan jouw privé dakbevoer. Mijn racetrace manchet. Toppie. We hebben een doos. Die snijden we open, halen de prefab dakdoorvoer uit de doos en plaatsen hem op het gat. Daarna schroeven we de flens vast met dakparkers in het dakbeschot, waarna we de folie wegtrekken. Hierna beginnen we met het feunen van de EPDM. We beginnen bij de flens en gaan daarna langzaam naar buiten werken, waar we een rupsje willen zien aan de buitenkant van de EPDM. Zorg dat de feun goed warm is en dat er een glimmend rupsje uit de EPDM komt. Plaats daarna de kap op de dakdoorvoer en binnen 3 minuten heb je een prefab dakdoorvoer perfect